Even stilzitten is er niet bij voor de wegwerkers op de A12. De werkzaamheden zijn nog in volle gang. Nou, ze verlopen voorspoedig. Het vrezen dat gaat in een aardige snelheid. Wij gaan aan deze kant van de weg, tussen Waterberg en Grijzoord, het hele asfaltdek vervangen. En dat is nog een flinke klus. Dat klopt. En behalve het asfaltdek vervangen komen daar dan ook nog betonreparaties bij. Beleiding, geleiderrail die af en toe aangepast moet worden. Binnen een middagje is dat niet allemaal vervangen. We werken als het ware als een treintje door het hele tracé. We zijn gisteravond begonnen met frezen. Dat zien we hier nu ook achter mij. Dat treintje loopt naar Waterberg. En als dat treintje voorbij is, dan begint het treintje van asfalteren eigenlijk vanaf de andere kant. Dat is de hoofdlijn en daarna komen de markeringen er achteraan. Niet alleen op de A12 zijn werkzaamheden. Op verschillende plekken in onze provincie wordt gewerkt aan de weg. En dat kan dus zorgen voor vertraging. Op de A50 in de richting van Hattem is men ook aan de slag en zijn de rijstroken afgesloten. Even verderop, bij Apeldoorn, is er ook een rijstrook dicht in de richting van Beekbergen. Dan zijn er ook nog afritten afgesloten bij Hoenderlo en Voorthuizen. Eventuele omleidingsroutes, zoals de A1, lopen hierdoor sneller vast. En het verkeer wordt natuurlijk steeds drukker. Dus gewoon belangrijk dat we kwalitatief goede snelwegen houden. Op 6 augustus moet de snelweg weer open gaan.